meest satisfying ASMR video's die je gemaakt hebt, denk je? Ik denk het wel, sorry. Vandaag collaben we met Nanu ASMR. Nanu heeft meer dan 1,3 miljoen abonnees en maakt met haar team fulltime ASMR video's. Ga ik het in me hebben om een ASMR-artiest te worden? We reizen af naar België en hebben afgesproken met Nanu bij haar gigantische kantoor, waar we eerst een korte office tour krijgen. Hallo, hallo. Welkom. Kom binnen. Jeetje. Ja, dus dit is het kantoor. Het is allemaal van jullie? Ja. Je hebt dit soort abstracte kunst? Ja, nee. Dat is nog van de vorige eigenaars. Dus ja, dit moet ook nog weg, die foto. Het is heel speciaal. En dit ook? Je hebt een soort dungeon. Ja, het is wel heel eng. Ik durf hier niet op te lopen. Die stoeltjes worden ook niet echt vaak gebruikt. Hier heb je een ASMR-kast met ja, al mijn triggers. Al deze spullen, ja. die geven een bepaald geluid. Ja, ik loop in winkels, in het huis, ik pak random dingen vast, ik tik op iets, ik denk dat klinkt goed en ik neem het mee. En ben je nog steeds op zoek naar dingen? Of is het, ja, is dit ja. Het, zeg maar? Elke dag. Elke dag koop ik nieuwe dingen bij. Ja, je weet het zelf wel als YouTuber, anders blijven mensen niet kijken. Dus ja. Ja. Als je een vlogger bent bijvoorbeeld, dan upload je iets en dan zijn mensen meteen, oh, ik moet die nieuwe vlog kijken, want ik moet op de hoogte blijven of zo. Is dat bij ASMR ook? Ja, dat is waar. Meestal is het gewoon, ja, mensen kijken elke avond ASMR om in slaap te vallen, want het helpt hun. En daardoor, ja, blijven mensen terugkomen naar je video's en blijven ze excited om te kijken, denk ik dan. Het is heel apart, maar... dan hier de studio, waar het allemaal gebeurt. Deze deur is echt verschrikkelijk. Verschrikkelijk? Ja, het maakt altijd rare piepgeluidjes, maar we gaan hem vervangen. Dus je hebt een ASMR-studio en om de ASMR-studio binnen te komen, ja, heb je eerst een vreselijk geluid. Ja. Maar hier gebeurt het? Ja, hier gebeurt het. Hier ja, heb je dan soms fotoshoots voor het kledingmerk 12. Je hebt ook nog een eigen kledingmerk? Ja, en ook nog kaarsen. Ja, en ook nog een zwembroekenmerk, maar daarmee gaan we waarschijnlijk stoppen. En we zijn nu ook aan het kijken voor... giveaway, kind of. Kleine giveaway? Nee, niet giveaway. Jongens, jullie kunnen de giveaway winnen. Laat zeker weten in de comments of jij de giveaway wil winnen. Want we geven alle zwembroeken weg. Ze gaan stoppen met de zwembroeken, dus we geven alle zwembroeken weg die nog over zijn. Laat zeker weten in de comments of jij de zwembroek wil hebben. Wow, je bent een goede YouTuber. Thanks. Wauw, ik kan ervan leren. Welkom. Hey, hoi. Maar zij zijn hier allemaal aan het werk voor jouw YouTube-kanaal? Zo zou ik het niet zeggen, maar soort van, ja. Ze hebben ook een eigen bedrijf natuurlijk. Dus ja, we maken ook video's voor het bedrijf en af en toe. Maar hoe is dit ontstaan? Want jij bent volgens mij op je zevende ben je begonnen met YouTube. Dan keek ik elke dag ASMR. Begon ik overal op te tikken. Begon ik zelf ook filmpjes te maken met mijn gsm. Begon ik mezelf te filmen. Noah zat in die tijd nog op school. En hij had toen ook zelf een camera en een microfoon. Dus ja, ik helemaal hyped. Ik vroeg, ja, wil je niet eens samen een video maken? Dus ja, dan uiteindelijk heeft hij ja gezegd. Ik heb heel lang moeten zagen. Maar jij bent helemaal niet van ASMR dan? Of? Jawel, maar ik was bang dat ze ging pesten. Omdat... Als je fluistert op het internet, mijn kleine zusje, ik was een beetje bang dat negatieve commentaar van komen. Ja. Die zijn uiteindelijk niet gekomen. En ja, perfect. Uiteindelijk is het opgeblazen, de views en al, dus ja, die zijn hier. Dit is heel speciaal. Dit is de Sky Room. Het is alsof het dak er helemaal niet zit, hè? Kijk nou. Nu leek het mij heel leuk. Mm-hmm. Oh, nu ben ik benieuwd. Om een ASMR-video te maken met jou. Uh-huh. Oh, ben ik helemaal hit. Ja. Ik weet helemaal niks van ASMR. Mm-hmm. Wat ik wel heb meegenomen, mm-hmm, is een bak met allemaal triggers. Allemaal dingen waarvan ik denk, okay, misschien is het goede ASMR. Ben ik helemaal goed, ik heb er zin in. Ik vind het een beetje spannend, moet ik zeggen. Ja? Ja. Het is gewoon fluisteren en tikken op dingen. Het is niet zo moeilijk. Heb je een podcast? Ik heb geen podcast, nee. Misschien moet je dat doen. Ja? Ja, ik heb het gevoel dat dat wel een ding is voor jou. ASMR podcast, hebben we daar eens over nagedacht? Ja, maar ik ben niet zo goed in communiceren. Ik ben niet zo goed in een... In een gesprek voeren. Daar ben ik niet zo soepel in, snap je? Dus wanneer mag ik mezelf een ASMR artist noemen? ASMR artist. Oeh. Ik
Moet je dan een soort aantal uur ASMR gemaakt hebben? Oh man, dat weet ik allemaal. Ik zou zeggen... Maar jij bent een soort, jij bent de pro, ben je toch? De professional. Ik fluister in een microfoon en ik plaats het op YouTube. Ik ben echt niet zo... Ik zou zeggen, na vandaag mag je zelf een ASMR testen. Ja. Ja. What's up, guys? Ga je zo beginnen? Yo, what? Mag ik enthousiast fluisteren? Kan je enthousiast fluisteren? Yo, what's up guys? Welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag gaan we... Hey. Wauw. Zo toch? Amazing. Je moet wel gespiegeld doen. Gespiegeld ja, ook nog? Ja, dat is voor de camera. Maar daar had ik helemaal niet over nagedacht. Ja. Maar dat kan ik niet. Het is E, dan de S, dan de M en dan de R. Snap je? Zo, hoe is dat ontstaan, Rio? Dat ASMR... Dat weet ik er totaal niet. Ik denk dat ik dat 100 keer... Ik zag dat bij iemand anders. Ja, ja. Whoops. En ik deed dat, ja. En dan merkte ik dat dat gespiegeld moest worden. En dan heb ik dat gewoon gedaan, ja. Nou ja, ik ga dat jatten. Oh. Ik ga al mijn video's ook zo beginnen, voortaan. Wat zijn de ASMR-regels? Ik denk, ze zullen niet roepen, opeens uit het niets. Okay, ja. Of als je een hondenspeeltje hebt, ik denk echt daar als trigger, dan piept als je erop duwt. Ik was in de winkel en ik had een hondenspeeltje in mijn handen. Ik dacht, ik kan hem meenemen, maar ik wil ook niet soort ASMR disrespect doen. Jullie hebben gewoon hondenspeeltjes. Ja, dat klinkt super goed. Moeten we serieus kijken? Je moet niet serieus kijken. Ik denk er te veel over nadenken. Ja. Je mag gewoon jezelf doen. Okay. Je bent toch gewoon van voor de camera te zitten? Ja, maar ik fluister nooit voor de camera. Het is toch hetzelfde? Honderd. Nee, maar het is absoluut niet hetzelfde. Jawel. Oké. Hallo. Dan moet jullie kijken naar een nieuwe video. E. S. Ja. M. R. Volgens mij denk ik hem goed. Video. Ja, de ASMR experience. Sst. Oh, damn. Oké. Okay. Is dit een ASMR trigger? Ja, zeker. Wat maakt dit een ASMR trigger? Eigenlijk is letterlijk alles een ASMR trigger. Is een trigger dit? Is een trigger letterlijk alles? Wauw. Ik doe het. Nee. Ik ben ASMR aan het maken. Hoeveel ASMR maak je normaal gesproken met een trigger? Hangt ervan. Want mensen gaan deze video gebruiken om in slaap te vallen, begrijp ik. Oh, toch? Ik weet niet of ze in slaap op wandelen, joh. Wat? Oké. Spannend. Ik heb dit nog nooit geprobeerd. Dit is een nieuwe ASMR experience voor jou. Zo is dat de verpakking. Is al goed. Dat is goed. Satisfying ASMR video's die je gemaakt hebt, denk je? Ik denk het wel, sorry. Maar, okay. We kunnen in de titel zetten. Least satisfying ASMR trigger. To laugh. Ja, funny ASMR. Dit is de goofy ASMR. Heb je net het woord goofy gebruikt? Ja, goofy, ja. Ik
eerste keer ASMR. Klopt, denk ik. Maar ik heb wel eerder tape gebruikt. Hoe sluit je je video af normaal gesproken? Meestal, dankjewel voor het kijken naar deze video. Hopelijk genoot je ervan. Like en abonneer voor meer. Doei doei. Voor meer. Ja, oké. Je deed het afschuwelijk. Wat? Denk je dat ik het in me heb? Nee. Om ook een ASMR? Nee. Misschien toch gewoon bij reageren op andere mensen houden. Ah! Welkom. Oh, oh my god. Jeffrey, Herbert, je hebt je ASMR video super goed gedaan. Je bent een certified ASMR artist. Een official ASMR artist. Wauw. Proficiat. Die wil ik zien hangen in de achtergrond van je video's, hè. Oei, dan weet ik niet of dat past. Ik ging net zeggen, ik vind het er perfect passen. Maar hij gaat sowieso in of misschien in de buurt van mijn huis hangen. In de buurt, oké. Okay. Ja. Maar jij zit allemaal heel wholesome te doen over de ASMR community. Die is geweldig bezig, die is geweldig bezig. Ja. Er is nog geen trash talker. Er is nog niemand die zegt, die ASMR-artist die moet even normaal doen. Word die persoon. Dat ga ik doen. Ja, roast mensen veel heeft fluisterd. Ik ga het ASMR-kanaal worden, ga ik zeggen, die Nanu ASMR. Dankjewel voor vandaag, voor de jullie opleiding. Bedankt. Ik vond het heel tof, ik heb ervan genoten. Ik had super veel stress, ik was bang dat je me ging roasten. Maar dat is niet gebeurd, heel dankbaar. Ja, ik denk dat het voor een hoop mensen is het wel een beetje schrikken. Ze hebben nog nooit zo'n lieve Bert. Denk je nou dat ik een ASMR talent ben? Laat het dan zeker ook weten in de comments. En als je wil dat ik nooit meer ASMR doe, dan hoef je niks te commenten. Dan kan je gewoon, dat is wel duidelijk voor mij al. Thanks voor het kijken. Doei!